Ik ben Rients Keulen, ik ben boer in Follega op straatweg 27. Ik werk in samen met mijn vrouw en vier kinderen. Mijn beide zoon zit ook in de maatschap, zo'n 5 jaar geleden. De jongens werken buiten de deur. En in het weekend dan doen we alles zoveel mogelijk zelf, met eigen mechanisatie. We hebben hier een bedrijf met 80 melkkoeien en bijbehorend jongvee. We hebben 17 pinken en ook zo'n beetje 17, 18 kalveren. We werken hier met 5 hectare grond, waarvan 8 hectare natuurland is, dat we na 5 juni mogen maaien. En van die 42 hectare hebben we nog 4 hectare in de mais. En voor de rest allemaal grasland, waar we in eigen beheer maaien. We hebben nu de derde silo net gebouwd. We hebben in september de eerste gebouwd. Daar hebben we de mais in gedaan het afgelopen jaar. Daarna hebben we in april 1 gebouwd waar we de eerste snee in gedaan hebben. En nu hebben we de derde erbij gebouwd voor de volgende snede. We hebben de silo's hier, de ene van de mais hebben we 7,5 meter breed gemaakt. Met 1,5 meter hoogte van de zijwangen. De kuilsilo's hebben we een meter breder gemaakt. En die zijn alle drie 28 meter lang. En dat is maximaal wat mogelijk is op dit bedrijf qua bouwblok. We hebben hier de elementen die bij Zwaagstra gekocht zijn. Deze elementen zijn 1,5 meter hoog vanaf de bovenkant van het beton. Ze zijn 4 meter lang. En we hebben er een vloerplaat van 2x2 bij gedaan, ook van Zwaagstra. Met een speciaal, agriplaat noemen ze dat. Die zijn bestemd tegen de mais. En dat zijn de hele silo-wangen ook. Dat ze niet uitvreten. En voor de rest zijn we dik tevreden met de kwaliteit. En de levering dat gaat precies zoals we dat afgesproken hadden. Eerst de platen, dan rijden ze gelijk met de vrachtwagen op. En dan kunnen ze vanaf de vrachtwagen alles netjes op een plek zetten. En dan staat het naar zoals ik het graag wil hebben. Dus ik ben dik tevreden over de transportbedrijven en alles met elkaar. Het voorwerk wat ze hier gedaan hebben, we zitten hier op een veengrond. Dus er moet een hele goede ondergrond ondergemaakt worden. Er ligt ongeveer 30, 40 centimeter gebroken puin onder. En daaroverheen nog weer een centimeter 5, 6 zandbed. En daar liggen dan die platen op. Als ik in de toekomst weer wil investeren in betonplaten, dan doe ik Zwaagstra zeker mee in het hele verhaal. En ik denk dat dat gewoon wel weer goed komt. Als het gaat zoals het gegaan is, dan ben ik dit tevreden.